kent de mij al uren, joh. Ik zie gewoon, ja. We zijn me vrij content dat we erbij gekomen zijn, Peter. Eerste vraag, spreekt iedereen Gaels? Ja, absoluut. Het beste, want alles liedjes zijn in het Gaels, anders zou het probleem zijn. We hebben meestal boekjes mee, maar nu is dat niet het geval. Wat zei de madame? Breuks. Breuks. Maar iedereen was toch die drieën. Voilà. We beginnen met het juiste onderwerp. Hè. We hebben een liedje gemaakt over corona. De titel was Corona, dat gaat wel passeren. Ik kon het proberen aan te passen, want nu is de titel geworden Corona is aan te passeren. Dat is ooit gedaan, maar dan niet helemaal. Het is ermee dat we zo ver van akkoord staan. Maar ik paas dat niet, ik word gewoon. Dat is een vriend gezellig. Kom maar aan beginnen. Mijn huis is heel opgekast. Ik heb mijn meubels al 5 keer verhuisd. Mijn hoofd binnenste buiten gekeerd. Mijn gebeurte van buiten geleerd. De kerwaaien, ze stonden geriet. Ja, mijn god, het was mijn nog niet verliet. Corona, dat is aan het passeren. Courage, is aan niet benad. We leuten ons niet arrangeren. Ook stil voor een andere tijd. Zeggen ze, hey, goeiendag. Ze pasen maat u en een vriendelijke lach. Elke dag bracht een nieuw reglement. Premies, mij open toekend. De miljarden, ze vliegen door de lucht. De infirmière, doe viert en ze zucht. Corona, dat is aan het passeren. Corona, ik ben niet benad. Wordt nooit de man niet arrangeren. Ook hem uit voor een andere tijd. In de kassen, dieper diep. De put vuil, niemand die piept. De gaandwolven stoon al te grol. Gooi morgen, wie tiest is al betol. Maar lukt ons eerst, type genezen. In ons kot, en geef de jagen een bezem. Corona, dat is aan het passeren. Corona, we zijn niet benad. Heel wat ooit hebben we ons niet arrangeren. Ook de hulp voor een andere tijd. In het Gaels, in het Brugs of in het Tabien kan al gekeken worden. De tekst is bla bla bla, de woord is brood, gekawetter, bestuur de land met 280 letters. In het Tabien, bla bla bla, dwaze praat, gekawetter, bestuur de land met 280 letters. Het gooit dus over die twittervogels,
die paas dan wel door Twittermachine het land kunnen besturen. Op het dak van de White House zit een kiepske. Het wordt opgehoord, het is een vriekoord wikske. Het leg je naar eens, het is juist morgen een tweetfabriekske. En ik de boys van een vriemottig klikske. Bla bla bla, het was een brood, een kalender. Bestuurde land, juist met 280 letters. Bla bla bla, het was een brood, een kalender. Bestuurde land, juist met 280 letters. En als hij door, een kakatoe, met een laptop. Het is een kruisvoerder op kloef, het is een kooiskap. Het paradeert met allure van een bisschop. En aan moet bloosjes gelijk en vuiten, hier was ziekse. Bla bla bla, het was een brood, een kawetter. Besteerde land, juist met 280 letters. Onze brood, een kawetter. Besteerde land, juist met 280 letters. Daar zit een gier, met een pletskop, vriet te fluiten. Hij roept en teert, er komt hier niemand in mijn muiten. Eigen volk, dat is welkom, en de rest blijft buiten. Wie helpt er mee om dat Twitterspaal te sluiten? Bla bla bla, het was een brood, een kalender. Besteerde land, juist met 280 letters. Bla bla bla, het was een brood, een kalender. Besteerde land, juist met 280 letters. Brengtje. De rest in Goele, is het echt rond? Op geen zwarte punt. Ze was minister, ze zat aan tofel bij de gruten. Van haar boos moest ze zus maar meisje groeten. Eerst sprak haar tegen, gestonk ze wit in haar bloed. Bla bla bla, het was een brood, een kalender. Besteerde land, juist met 280 letters. Bla bla bla, het was een brood, een kalender. Besteerde land, juist met 280 letters. Dankjewel. We hebben de gasten van Kinoid altijd niet meer gehuurd. Ze zijn heel de kot gebleven. Maar daarmee wil dat niet zeggen dat de problemen opgelost zijn. Mijn paas was tegen september weer op strooit gekomen. De CS vuil zit vol plastic. Oog in de noorse of geworst ziek. En niemand die wordt door ver gestraft, zijn wel de struutjes afgeschaft. Ja, de rest lossen ze binnen 20 jaar. Geen beetje beschomd, blind voor het gevoel. Maar het ligt nu aan Mulder, het ligt nu aan mij. Het begint te spannen, we all gonna die. Smalt, breekt in stukken van hier. Weunt in de liefde, het gebied aan uw biel. Het wordt er staagd, eerst staagd. Miljoenen mensen zijn bedraagd. En niemand die er iets aan doet. De politicus doen, of al hun neus bloed. Het ligt nu aan Ulder, het ligt nu aan Maar.
Het wordt echt serieus. We all gonna die. Roept de pompiers, alles stoort en brandt. De groenste verdrukt, de betoort is kapot. De kiek is versmacht en het fruit verrot. Het is niet de politiek, dit vroeg schoot op. Het zijn al ego-trippers, zonder fatsoen. Het ligt nu aan nodig en het lichaam maar. Want daar zal looten, we all gonna die. Dan is zien u wil. En de struisvogel stikt aan een kopend zand. Appa staat al, moest naar zijn hand verbrand. Wordt te moeten weten, zoont ons gezet. Wij niet geluisterd, tot ieder spaat. Het ligt nu aan Ulder, het ligt nu aan Maar. Het daar zal lukken, we all gonna die. Ja, jullie zijn muzikanten. Een Gentse groep. Gentse liedjes dan ook? Ja, ja, alleen maar Gentse liedjes. Wij willen in feite de strootmuzikanten. Ik ben geïnterviewd geweest door Kluis. De accordeon. Wim Kluis. Wim Kluis, ja, in dingen. En daar zijn in feite zaten helder de opvolgers van Karel Wery, Walter de Buk en Valemon. Ik voelde mij vrij gecharmeerd. Maar in feite wel, wij zingen alleen in het Gaans. De muzikanten kiezen de muziek uit. Want zij zijn de echte muzikanten, zijn de beroeps. Ik ben een loute roephengen en ik schrijf de teksten. Toch wel een uitgebreid repertorium, ook voor internationale liedjes. Gebaseerd op internationale liedjes? We liefst doen we eigen nummers. Er zijn dus veel nummers die van onszelf zijn. Ja, zelf geschreven. Traditionals. En dan doen we ook covers van overal. Hè. Maar het is altijd hetzelfde. Het proces is, de muzikanten staan een liedje voor. Als iedereen het geren speelt. Toen zet men een toer om door een tekst op te schrijven. Toen dat lukt, toen zijn we een nieuw nummer. Paas dat al verstoord net. Dat we niet veel liedjes over de liefde zeggen. Hier liggen een doek, de strootschaanders, om zijn nom, een vet die de dom komt van mijn grootmoeder van Brugse Puur. En als haar poens thuis moest babysitten. En ik bleef te lang op strootlupen, van zijn stemma. Voor we hadden weer gezeten, haar strootlupen, haar strootschaander. Omdat wij hier op strooit te zingen, en ook hier, en we dat kunnen, en moest zelf de strootschaanders genoemd. Het is ook mijn grootmoeder die mij geleerd heeft, wat dan een zierluper is. Ik weet niet of dat iemand van ouder weet wie dat is. Een zierluper. Een zierluper. Dat was vroeger een bekeermes. De tijd van mijn grootmoeder, dat is vrij lang geleden. Maar ik ben nu onder leeftijdsgenoten. Ik kan paas wat dat is, mijn grootmoeder. Zes pakken een zierluper wat bekeermessen. Dat was een mens met teursluitsen aan, een koud broekje. En die van hem zei ze, hij loopt heel de keermessen langer. Met zijn beuzes aan hangen, dat was een attractie. Iedereen zei in de mens, lukt heel dag deur, draad door, vier dagen. Ga door het eerste kermis, was draad door liep. De zierluper. Dat bestond nu niet meer. Maar het was anders nu tijdens de coronatijden. Maar ze beginnen weer, het verkeer gaat weer gang. De naald van de wereld is een zierluper geworden. Dan liet ze dan nu gewoon spelen, grof Gierap. Ik moet dus maar, heb je vast dat nummer is van 1000 EQ, want ik moet mijn beste doen om mijn tekst niet over te slaan.
Zetten we nog een tandje maar, kruip dan mugen op uw lieren, stik uw haren boven maar. Want dat is de deuren terecht, een ruwe speler, geen taart, een tje van koes en trozen, op de leuten zaten kwaad. De gast heeft nog niet gelezen, in het klooster neemt nog niet gehuurd. Wat was daar met die Chinezen, en wie heeft er wie vermuurd? Uw mailbox goed geleden, kalke boot zit al vol, zieren nog voor telefoneren, uw Facebook sloeg op al. Facebook had nog heel te draaien, je hebt de sieren weer nog leeg, want dat pak ze moet nog komen, ze biedt lijken stuk plantief. Was zijn ogen, zij had zijn geurt, ze maakt niet groot, zeer goed de kon verlopen, dat uw reugen tegen kan. Dat is kunnen brengen dat op je woord. Dan moet u dat nog isoleren. In een bed dat nooit verzot. In uw keuken renoveren. Want in het poepsen is kapot. Je hebt toch zo vroeg het rooien. Al de rekeningen stonden in het ruut. Hier en door wat na verdienen. Gestakt in je gezag huut. Was te zien, nu plezier. Wie van die besloven wil. Al de saa's op dupe lijgen. Schacht voor de dagen toe. Al dat mis de deuren trekt. De drummen spelen in de tuin. Oh, ik is hier allemaal echt. Oh, ik ben mijn leven kwijt. Schaaf met democraat, in het zeu van koes en trooitje, moet de leuters aan de kwaad. Maan en hoofd die moeken naar dwalen, die duiven schaten overal. En die spinnen in mijn ogen, maar een buks is plek tot al. Is de buks in de zonnezet, mijn voeten in het zand. Daalt er wit, in de zolder aan de kant. De plancher van de kater schuren, door verrester geen attent. U knieft voor de vuiltaluren, uit de kindjes aan de klank. Was de zee, geluk passeren, dat ik kijk bij je naar. Let me goed op je horloge, want de dag is af voor haar. Altijd mis de deuren terecht, drie spelen in de tijd. Door de toekomst in de verte, in de rust van vorm is maak. Was de zee, geluk passeren, dat ik kijk bij je naar. Let me goed op je horloge, want de dag is af voor haar. Altijd mis de deuren terecht, drie spelen in de tijd. Door de toekomst in de verte. We gaan een keer goed glazen geven. Tang dag van begin. We moeten dus de regels van corona respecteren. Maar als je ongezien typestoor, je moet geen schrik hebben. We zitten in een bubbel. Dat zijn dus familie te waar. Dat is mijn zoon, dat zijn mijn schoondochters. Ah. Nee. Die mensen, het is niet van familie, het is de moeite. Mooi fout ik een beetje familie. En wie dan altijd vergeten, moet die de meisje nog vrief verder. Die deed schrik van mij. Dat is onze geluidsman. Uk noem ooit, ooit familie, maar die de zorgt ervoor. Kijk, ooit ze maar verstoord hè, ik ga nog door. Verstoorde maar niet, is het mijn schuld. Ze komt af. Ja. De Grieken liggen hier. Hier werken. Ja. Het volgende. Dat heb je al gezegd, maar zingen niet veel. Over de liefde. Mijn kostuum, ik ben 10 jaar geleden in pensioen geworden. Dat is toch van ver mijn pensioen gehouden. Ik heb een bank gewerkt, daarmee weet ik ooit ik over procenten spreken. Weet ik waarom dat klap. Ik heb heel mijn leven in een bank gewerkt. Het volgende gaat over de procent. Met die 10%. Het gooit allemaal vriesieren. Hè? Als je wilt weten wat we zien. Normaal hebben we teksten mee, maar nu ging het dan niet, want kijk, we geen tijd om onze boekjes te mogen. Je wilt ook eens teksten lezen. En ik wacht, zus, ze zeggen maar hier. Ik moet allemaal leren. Ik heb ook geen boekjes gehad, ik mag niet uitdelen. Ik mag ze zelfs niet meebrengen. Ooit gekijkt, ooit gegoogeld. Iedereen kan er googelen. Hè? Maar ze zijn allemaal grote googleers geworden, sinds dat corona besloot. Je googelt strootschaters en je kijkt tekstboekjes. En je kunt kiezen. Voor die van Breuken zijn, is het Nederlands. En voor die van Gent zijn, is het Gens. Twee versies. Verstoorde niet helemaal? Trek je het er niet aan, want in feite
werk ik de dilettant. De echte professionals, dat zijn maar muzikanten. Dus dat is vooral schuurde muziek en de woorden moeten we op elkaar pakken. 10%. Ik heb dat net aan. Ik moet dat aan. Geef die gasten onder 10% rendement. 10%. Ja, geef die gasten onder 10% of ze sluiten heel de boel. Eerst een sprak vroeger van PDG en nu is ze CEO. Nog beter, captain of industry en zijn lid van het VBO. Ondernemer, dat huren ze frigeren. Of werkgever, dat vinden ze goed. Maar in de lucht, dan zus de wereld, als niet genoeg ze de boeken toe. Ja, heeft die gasten onder 10% rendement, 10%. Ja, heeft die gasten onder 10% of ze sluiten heel de boel. Werkvolk, zus, de kost. Risico, ja, als ze stoort de dek, de Rolls Royce als de aftrekpost. De ingenieurs zitten in de kelder. En de boekhouder stoort aan de top. De banken zijn de architect. En niemand kast aan een afval op. Ja, heeft die gasten wel de 10% rendement? 10%. Ja, heeft die gasten wel de 10% of ze sluiten heel de boel. Zijn niet proper, want van ons er wat geld belegd. Komt het geld van de kleine spaarder en die een vieze zit terecht. Van de groot nog een kleiner bankje of een deur zo'n beleggingsfonds. Via via wordt het geperverteerd en misbruikt door de pastoons. Ja, geef eens een beetje rendement, een paar procent rendement. Ja, geef eens een beetje rendement en we doen ons u genoeg. Die gasten onder 10% rendement, 10%. Ja, geef die gasten onder 10% of ze sluiten heel de boel.